Se non mi senti. Milka zal ons getuigenis afleggen en ik zal voor jullie vertellen. Zij wil jullie als eerst allemaal goeiedag zijn, begroeten. Ja. Milka zal de eerste dag van de verschijning uitleggen. Ongeveer 30 jaar geleden, op 24 juni 1981, heeft onze lieve vrouw zich als eerst verschenen. De eerste zieners die haar gezien hebben waren Ivanka en Mirjana. Milka was bezig met schapen te hoeden en zij was daar ook in de buurt. En zij werd geroepen door Mirjana en Ivanka om ook naar dat fenomeen te kijken. Zij hebben alle drie persoon gezien. Het zweeft boven de grond. Meter en een half boven de grond. Op een wolk. Ongeveer 1,75 meter groot. Ongeveer 24, 25 jaar oud. En zij was ongeveer op 20, 30 meter van hen. En zij heeft gebaren gedaan om naar haar toe te komen. En op haar linkerhand had ze iets gedragen alsof dat iemand op haar linkerarm aan het liggen was. En ze was bezig met haar kleed dat tot op de wolk neerkwam, altijd met de rechterhand over dat liggend voorwerp, altijd over te dekken en terug open te doen en dan met gebaren naar de kinderen dat zij naar haar moesten komen. Maar zij hadden een schrik, zij hebben die eerste dag niet gedurfd om naar haar toe te gaan. En de eerste dag hebben ze dan geen gesprek gevoerd met haar. En op dat ogenblik is Witska langsgekomen met twee Ivans. En ze hebben allemaal hetzelfde gebaren gezien. En elkaar gesteund, omdat ze allemaal hetzelfde gezien hebben. En dat heeft ongeveer een half uur geduurd. En die het oudste was van hen, Ivan, die 18 jaar was, die heeft de eerste loop genomen. Die was de eerste weg. En zij hebben hem dan gevolgd. Ja. En toen ze naar hun huizen teruggekeerd zijn, ze waren allemaal van zes verschillende gezinnen en ze hebben allemaal hun verhalen gedaan. En daarom dat kleine gehuchtje is, heel dat dorpje wist het meteen. En na vijf minuten, al die mensen die thuis waren, die verhaal hoorden, de straat was direct vol van al die mensen die in huis binnen zaten. En zij wilden direct allemaal naar dat plaats waar ze kinderen die verschijning gezien hebben, om zien wat dat zij gezien hebben.
Ja, maar toen zij op dat plaats terugkwam, de gospel was weg. En de eerste avond geloofde er niemand. En de dag daarachter heeft de moeder van Milka haar meegenomen om op het veld te gaan werken. Ja. En Milka gaat met mij mee, dan ben ik zeker dat je niet met problemen thuis komt. Maar Maria, haar zus, is thuis gebleven. En toen Milka terugkwam s'avonds van te gaan werken op het veld. Maria heeft nu Gospa gezien. Maar al die kinderen die de dag daarvoor Gospa gezien hebben, ze hebben een enorme drang gevoeld om terug naar dat plaats daarachter te gaan. Maar Milka was versperd. Ze kon niet meegaan, ze moest met haar moeder gaan werken op het veld. Ivanka en Mirjana passeerden langs haar huis en ze riepen achter Milka. En in het huis zijn gebleven haar zus Maria met de kleine Jacob. En zij zijn dan met Mirjana en Ivanka meegegaan. Maria rekla, oni od jučer vidle su ona gospo, a ona i Jakov su vidle malo kasnije. Ja, en Maria zegt dat, ja, ze hebben allemaal van gospa van gisteren gezien. En zij en Jakov hebben met vertraging een dag achter gezien. Tako da, drugi dan mi smo bili ja i ovaj Ivan, a na našu mi se došla Maria i ja. Vanaf de tweede dag, dus de oudste van de eerste dag, Ivan, dat 18 jaar was, die weggelopen was, en Milka, zij zijn tweede dag weggebleven en in hun plaats zijn dan Maria en Jacob bijgekomen.